Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag is het Tina-dag. Ik heb 2 dagen Tina-dag en daar heb ik meetings. Maar vandaag heb ik ook opnames voor Joy en Bart tijdens Tina-dag. Dus het wordt een hele drukke dag, maar het wordt denk ik wel heel erg leuk. Het is een duinruil en ik ga daar 2 meetings doen op een dag. Dus vandaag doe ik 2 meetings en morgen, zondag, doe ik ook 2 meetings. En laten we er gewoon naartoe gaan. Nou, we zitten nu in de auto en we zijn er bijna. En wij mogen via de achteringang, omdat er echt hele erge files staan. Omdat er natuurlijk zoveel meiden zijn die naar Tina-dag toe gaan. Dus wij gaan nu via de achteringang. Oké, ik sta nu voor het YouTube-podium en ik ga hier zo meteen een Q&A doen samen met Nanne, dus dat wordt heel erg leuk. Ik heb meer dan 440.000 abonnees en ik denk dat ze nog wel eens heel groot gaat worden. Dames en heren, een heel groot applaus voor Joy! Welkom Joy. We nemen eventjes 20 minuten de tijd om allemaal vragen te beantwoorden van jullie. Ik zie heel veel vrolijke gezichtjes en hand omhoog. Daar loopt iemand met een microfoon in. Ja, ik ga nu het publiek in. Oké, heel goed. Oké, even kijken hoor. Steek even je hand op. Backstage konden alle YouTubers chillen. Oké, het is dus tijd voor de eerste meet and greet. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, maar ik heb er heel erg zin in. Dus ik loop nu naar de YouTube Cube, zoals het heet. En een cube is eigenlijk een glaas huisje. En daar kan iedereen je dus in zien. En daar ontmoet je dus al je kijkers. Hier leer ik Jamie hoe ze op een hoverboard moet staan, want dat heeft ze nog nooit gedaan. En voor Joy en Bart doe ik dat wel eens en het is nog best wel lastig. En hier ging Thomas het proberen. Het gaat vloeien.
Maar dat gaat wel. Grote applaus voor Joey Mart! Bart, waar kan Joy absoluut niet tegen? Absoluut niet tegen. Oh, ik wil naar huis huilen, maar ze kan ze niet tegen. Het knakken van je vingers, daar kan ze helemaal niet tegen. Beste Joy, is dat waar of is dat niet waar? Ik vind het helemaal gek als mensen dat doen. Lekker dan jongens, gelijk spel is een punt voor Bart. We hebben ook een challenge gedaan en binnenkort is het te zien in Joy en Bart. 9, 8. Zo, ik zit nu even backstage, want ik heb net de challenge met Bart gedaan. Ik heb de meet and greet al gehad en de Q&A. En zometeen heb ik weer een meeting. En ik ga even lekker relaxen, want het is best wel druk zo'n dag. En ik ga zo meteen even een broodje eten, even wat drinken. En dan gaan we zo alleen nog even de afsluiten doen. Even de afsluiter opnemen. Ik ga even... Ja, dat was het dan, Joy. Ik ga nu naar de tweede meet and greet toe. En Deske heeft er ook een, die loopt daar. En ik heb nu weer mijn tweede meet and greet. En de eerste meet and greet duurde een uur. En volgens mij nu ook weer. Dus ik heb er heel erg zin in. Maar ik denk dat ik daarna wel heel erg moe ben. Maar het is het allemaal waard, want ik vind het super leuk om jullie te ontmoeten. Oké, en dan moet ik nu door de menigte. Gaat-ie! Maar voordat ik de cube inging, ging ik eerst nog even met het lieve meisje op de foto. Het was ook super leuk om deze meid te ontmoeten. Oké, ik ga nu dus de cube in. Wow. Oké, dit is dus de U-cube. En hier heb ik dus mijn meet and greet. Dus wij allemaal meiden daar. Smile! Dus ik ga nu de meet and greet doen. Dit zijn drie hele lieve meiden en ze hebben een fanaccount van mij. Oh, ik ben nu klaar met beide meetings. Ik ben nu best wel een beetje moe, maar het was zo leuk om te doen. Hi! En kijk die doos met al die cadeaus. Hou je het nog wel, pap? Ja hoor. Mijn vader moet dus alles dragen. Maar we gaan nu even backstage. Ga ik even wat drinken. En even bijkomen. Want het was best wel hectisch. Maar super leuk om te doen. En ik help mijn vader nu wel even hoor.
Ik zit nu in de auto en het valt op zich mee hoe moe ik ben. Want het was gewoon een hele leuke dag. Morgen weer. Maar ik heb dus 2 meetings gehad van 1 uur. En ik heb een Q&A gedaan en een challenge met Bart. En we hebben ook nog een Joy & Bart aflevering opgenomen. Dus het was een hele drukke dag. We gaan nu wel even wat eten, want ik heb echt heel erg trek. En van al dat kletsen, ja, daar krijg je echt heel erg dorst van. Dus we gaan even wat drinken en wat eten. En misschien hoor je het wel, maar ik heb lekker Shawn Mendes op de achtergrond. Dus nieuw album is uit. Maar we gaan nu even lekker wat eten. Nou, ik zit nu in Naarden en wat is het hier leuk. Het ziet er zo leuk uit op straat. Maar we zijn nu even wat gaan eten. En ik heb lekkere frietjes. Ik heb al een paar gegeten, maar ik ga het nu even opeten. En oh, ik had me een trek. Dus ik ga snel weer verder eten. Hoi allemaal, het is vandaag zondag en dat betekent dat het dag 2 is van Tina dag. En ik heb er weer heel erg veel zin in. Ik heb nu dit zwarte shirtje met bla 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 aan. En dit streepjesrokje. Ik moet over 1 uurtje, 3 kwartier eerst de Q&A doen en daarna de meet and greet. Nou ja, we zitten nu dus backstage met z'n allen. Hoi. Hallo. En ik heb zometeen mijn Q&A, maar ik ga nog even relaxen, want ik ben net aangekomen. En het is echt heerlijk weer, dus we zitten lekker buiten. Oké, Nanne gaat dus helpen bij de Q&A en yes. Gisteren deed je het ook al. Vond je het leuk om te doen? Ja, ik vond het heel leuk, maar het is ook gewoon omdat je dan elkaar een paar keer al hebt gesproken, dat je ook gewoon een soort van chill kan praten, weet je wel? Ja, het is super gezellig. Ja, dus ik ben benieuwd. Het staat helemaal vol. Het staat echt boemetje vol. Echt? Ja, het is vandaag helemaal uitverkocht. Crazy, hè? Ben je er zelf klaar voor? Ja, ik heb er heel erg zin in. Oké, let's do this. Het is in Nederland een heel grote marathon! Hey, dit gaat goed binnenkomen. Ja. Wat is je favoriete video van jezelf? Je favoriete video? Toen ik een meisje ging verrassen. Dat was de eerste verrasvideo. Jamie is daar. Een boomerang opnemen. En we zitten dus allemaal bij die bungalows. Dus we gaan op een bed springen. En dit is echt de perfecte kamer. Het is best wel klein, maar hier zit een raam. Daar is een bed. En dan gaan we springen. Yes. Ze kunnen niet als ze elkaar schuiven. Ja, oké. Okay. We moeten het helemaal gaan verbouwen. Of dat één zo. En dat ik zo. En jij zo. Ja, dat is leuk. Eén zo. Met de meeting en ik ben echt super moe, dus ik ga nu lekker naar huis toe.
En ik heb al een kussentje en dekentje in de auto liggen, want ik denk dat ik echt zo moe ben dat ik ga slapen. Het was echt, echt heel erg geslaagd. Ik vond het super leuk. En ik ga nu lekker naar huis toe. Kijk hoeveel! Ik wil iedereen echt super erg bedanken voor alle lieve cadeaus. En dat jullie urenlang in de rij hebben gestaan om mij te ontmoeten. Echt super lief en dikke kus van mij. Tot de volgende keer. Doei!